Allemaal. Dit is weer een avonturenvlog video. Vandaag hebben we iets heel cools. Fortnite Battle Royale Collection. Met Raptor, Waslord, Rex en Raven. Welke is jullie favoriet hiervan? Nou, de mijne. Deze gast hier, Raven. Kan je hem een keer openen? Oké, we gaan de doos maar eens even openen. Zo. Woe. Daar zijn ze dan. Raptor, Waslord, Rex, Raven. Maar als eerste halen we even deze feedbacks eruit. 1. Nee. Man, ze mochten geruis krijgen. 2. Ja, we beginnen bij deze gast hier. Zijn naam is? Jullie mogen heel even nadenken. Ik weet het al. Hebben ze? Ja. Het is waar. Zijn naam is Rex. Dit is zijn rugzak. Man, deze ding zit er heel goed vast. Zijn rugzak is natuurlijk een dino. Alleen, waar is zijn kop? Het is gewoon kip zonder kop en dan een dino. Nou, nu gaan we even hem eruit halen. Hallo, buddy. Oh, als jullie ook al Battle Royale hebben, laat me dan even weten. Ik heb gezien dat mensen mij appjes kunnen sturen. Dus dan mogen jullie zeggen welke jullie vinden of dit is. Ha. Hier is hij dan. Rex. Ik ga hem zo omdraaien. Eerst geven we hem even zijn rugzak. De dino gaat even op zijn rug. Eerst even stemmen vastmaken. En dan zetten we hem ook even op zijn feedback. Dus, want er zitten gaatjes hier en mopjes daar. Dan kun je zo... Boink. Hier is hij dan. Maar hij heeft ook wel wapens of een wapen. Wat is dit kleine dingetje hier? Wat denk je hoe klein dat is? Het is net een klein discoballetje. Feedback. En nu zijn rugzak. Deze rugzak is van mijn lieveling. Dat is Raven. Woe. Hier is de rugzak van Raven. Stekels. Een beetje als veerachtige dingen. Nou, Raven's rugzak kan niet zonder Raven zelf. Hij heeft al zijn wapens bij de hand. 2 pistolen. Ik ben de beste. Voor mij is ook hij is ook voor mij wel de beste. Zijn rugzak erop en zijn wiebek. Zo. Ach ja. Hem hoef ik dus geen wapens meer te geven, want die heb hij al in zijn hand. Hij is mij koest omdat hij heeft gewoon heel veel. Hij ziet er al heel cool uit. Dat is het een beetje. Maar nu gaan we dit. Of zullen we deze discobal voor het einde van de video bewaren? Oeh. Ik ben bijna uit. Tja, jongens, hij komt er gewoon niet uit. Oké. Die bewaren we even voor het einde van de video, want die komt er gewoon niet uit. En dit ding wel. Aha, de rugzak van. Wie dat? Oh ja, Raptor. Raptor is ook een dino, maar hij ziet er wel wat cooler uit dan een dino, hè? Ik heb mijn schaar. Want zijn rugzak, heb hem ook nodig. Aha. Oh, wacht. Zijn wapen zit ook nog vast. En RPG. Wow. Kijk dan. Woe. Kijk, gezichtje. Ja, het lijkt net zo'n heitje. Pieuw, poeh. Nou, we halen jou ook even uit. Hoe, hier is die dan, Raptor. Lijkt net van die karate moves. Wow. Nou, ik geef hem even zijn rugzak. Yep.
Hij heeft ook nog een schep in zijn rugzak. Alsof hij op het strand is geweest. Hé, hou je wapen even goed vast. Want we gaan de laatste doen. Eerst gaan we nog een poging doen om die bal eruit te krijgen. Oh, maar dit moet toch wel lukken. Ah, eindelijk! Deze ga ik aan deze dude hier geven. Zo'n discoballetje. Haha. Nou. De allerlaatste. Man, die zit heel, heel goed vast. Man. Zo. Oh, zijn wapen ligt nog daarin. Nou. Rushlord. Hij is cool. Hij is super cool. Want ik zit die zit ook nog vast. Al die grote wapen die zitten vast. Aha. Een granatenwerper. Nou, deze. Nou, hij houdt dus van granaten, denk ik. Oké, doe deze. Haal hem heel goed vast. Zo. Maar ook nog zijn feedback. Ik kan deze ook stuiteren, maar frisbee. Nee. Dat niet. En hier heb je dan Rustlord. Wat doe je zo? Man, is cool. Maar er zit nog iets bij, hè? Een wapen die ik ook aan Rex ga geven. Want Rex die heeft maar gewoon één kleine discobal. Kleine discobal. Oh, wat zielig voor hem. Ik geef hem deze hier. Kijk of je dat kan. Dit ding valt er heel brutaal uit je hand. Dit ding geef ik even aan hem. Hou heel goed vast. Wacht, kijk. Deze kan hij ook zo vasthouden. Als ik het zo doe. Waar kiezen jullie voor? Deze of die? Deze past niet echt in die hand, hè. Ik ga voor de discobal. Die houdt hij echt vast. We gaan even zorgen dan dat hij deze heer zo. Hij kan het wel vasthouden. Oké, dat is dus niet waar. Dat is niet waar. Nou, we zetten jou weer terug op jouw feedback. Met zijn pickaxe. Dus, dit dus. Oh. 100 figuren. Om te krijgen. Je zet 100 fakers to collect. Dat betekent dus 100 figuren. Om te sparen. Dus hier zijn nog meer. Ik ken een paar namen maar. Dit is Omega. En voor de rest. Oh ja, Love, Ranger en Red Knight. De andere weet ik niet. Ja, ik ben niet echt een Fortnite fan. Ja, en hier zou je denken. Wat? Ben je geen Fortnite fan? Waarom koop je deze dan? Nou, ik hou misschien niet van het spel. Maar ik hou van het speelgoed. Want ik vind ze echt leuk. Nou, misschien in de volgende video gaan we... met ze beddelen. Misschien andere poppetjes van Lego of zo. Tegen de Fortnite figuren. Ik zie jullie in de volgende video. Met Minecraft. Misschien wel Lego. Misschien wel een battle. Ik zie jullie in de volgende video. Peace.